Ja, vandaag worden hier de eerste appartementen op de plek gehesen voor een opvanglocatie, voor een woonlocatie voor de Oekraïnse vluchtelingen. Gemeente Wijchen vangt nu ook al 180 vluchtelingen op, maar deze worden dus overgeplaatst. Nou, omdat deze plek heel snel beschikbaar is en was. Op dit moment zitten de Oekraïnse vluchtelingen in het oude gemeentekantoor. Helaas duurt de oorlog in Oekraïne langer dan we hopen met z'n allen. En zorgen we nu voor een alternatieve plek. En deze plek was snel beschikbaar, zoals ik zei. Dit heeft voor de omwonenden invloed op hun leefomgeving. Zij vonden eerder nog dat zij te weinig werden meegenomen in de besluiten. Nou, dat valt wel mee. Er is heel zorgvuldig met de omwonenden gecommuniceerd. Ze zijn ook allemaal aan de voorkant betrokken. Op het moment dat het besluit wel genomen was, zo is het wel gegaan. En de omwonenden praten op dit moment ook mee over groene inrichting, over verkeer. We hebben eigenlijk, voel ik, heel veel steun uit de omgeving juist. Hier komen nu dus vluchtelingen, maar de gemeente heeft verder gedacht en heeft meer plannen voor deze locatie. Nou ja, inderdaad, op het moment dat de Oekraïnse vluchtelingen eruit gaan, hopelijk zo snel mogelijk, dan hebben wij de keuze gemaakt om de appartementen te laten staan en beschikbaar te maken voor starters aan jongeren. En dat is volgens mij een heel mooi concept. Dus we hebben ook gekozen voor een hogere kwaliteit dan normaal. Woonkwaliteit, ook qua uitstraling, dat zul je straks zien. Zodat zodra de vluchtelingen weg zijn, starters aan jongeren hier mogen gaan wonen.